Het lijkt me het meest heftige werk dat er bestaat. Werken voor Meldpunt Kinderporno. Iedere dag de meest verschrikkelijke filmpjes zien. Durf te vragen, wie kan zulk werk doen? En wat doet dat met een mens? Dag, met Filemon. Hallo. Dit is gewoon Meldpunt Kinderporno Nederland. Ja. Echt heel klein. Ja. En hoeveel mensen werken hier? Hier werken 6 mensen. En hier zitten jullie dan de hele dag kinderporno te kijken eigenlijk? Nou ja, niet helemaal de hele dag. We hebben met elkaar afgesproken dat we het alleen 's ochtends doen. Om het wat draaglijker voor onszelf te maken. En ook om andere dingen te kunnen doen 's middags. Maar ja, we zitten dan wel echt met de 6 kinderporno te kijken, ja. Wat voor soort dingen zie jij nou voorbij komen? Ik zie heel veel verschillende dingen voorbij komen. Van dierenseks tot seks met mensen die ledematen missen. Alles. Gadverdamme. Ja. Ja, dat is wel echt heftig. Ja. Kan ik dat op de een of andere manier testen of ik daar tegen kan? Nee. Wat, waarom kan dat niet? Ja, wij hebben allemaal een vrijwaring gekregen. Want eigenlijk is kinderporno kijken is al strafbaar in Nederland. Maar wij hebben vrijwaring, dus wij mogen dat wel legaal. Maar we kunnen het dus niet zomaar aan iemand laten zien. Nee. Vandaar ook dat de deur ook altijd dicht is bij ons als we meldingen doen. Wat ik wel typisch vind, is dat er niet echt onderzoek gedaan is naar wie er nou weerbaar is voor zoiets verschrikkelijks als kinderporno. Maar ik ben nu op de politieacademie in Apeldoorn. En daar hebben ze wel een soort van algemene weerbaarheidstest. En ik ga die test vandaag doen. Ik heb eigenlijk wel het gevoel dat ik wel weerbaar ben, maar je weet het nooit. Hoe ziet die test er precies uit? Je gaat eerst een persoonlijkheidsvragenlijst doen, waarin 240 vragen staan over persoonlijkheidstrekken die te maken kunnen hebben met jouw stressbestendigheid. En daarna ga je een interview doen met een psycholoog. Zou je iets kunnen vertellen over jouw gezinssituatie en wat voor gezin je bent opgegroeid? Ja, chaotisch gezin, maar wel gezellig. Dat is wel heftig, jongens. Ze wilden echt alles weten. Echt over de relatie van mijn ouders, mensen die dood zijn gegaan. Echt, oh, het ging echt heel diep. Ik heb nog nooit van mijn leven iemand die ik niet ken zo gigantisch veel verteld over mezelf. Ik moest niet huilen, dus misschien ben ik wel weerbaar geweest. En daarna de praktijkproef in. Dan ga je rollenspel doen met een acteur die jou het vuur aan de schenen gaat leggen. Ik heb volgens mij een hele afspraak met heel iemand anders. Daar weet ik niks van. Ach, maar, is weer de zomer, dat ik, Pietje Puk, die daar het goed als ik u ook help? Filemon, dat is voor een rare naam eigenlijk. En nu zit u hier en u weet helemaal nergens van. Maar wat heb ik daar nou aan? Ik zit hier echt met de intentie om u te helpen. Hoe werkt het als je hier wil werken? Hoe werkt een sollicitatieprocedure? Want je moet natuurlijk wel weten of je er tegen kan. Ja, nou ja, onderdeel ervan is, in de allerlaatste ronde, is toch materiaal laten zien. En dat bouwen we op, dus met de minst heftige afbeeldingen tot aan heftige filmpjes. En die mensen die denken, ik kan dit aan, die kunnen dat dan vaak ook aan. Ja, ik wil niet zeggen dat ik een bepaalde kwaliteit heb, of juist misschien een stoornis heb. Nee, dat betekent niet dat je bijvoorbeeld een harder persoon bent. Nee, helemaal niet. Nee, ik huil ook nog steeds bij The Lion King, hoor. Echt? Wat zit u de hele dag doen, buiten koffie drinken? Nou, en mensen zoals ik lastig te vallen. Want dat is wel een beetje wat mij dan opkomt, hoor. Ja, ik begrijp dat u zich niet geholpen voelt door ons. Ik probeer alleen te helpen, hè, mevrouw. Mm-hmm. Weet jij nou of ik bijvoorbeeld op het meldpunt kinderporno zou kunnen werken? Of ik daar weerbaar genoeg voor ben? Want dan krijg je die verschrikkelijke dingen elke dag te zien. Ik kan wel zeggen dat jij over het algemeen, als jij met heftige gebeurtenissen te maken krijgt, een vrij nuchtere houding hebt, waar je veel afstand kan bewaren. Maar wat er uiteindelijk echt gebeurt als je het ziet, dat kan je eigenlijk gewoon niet voorspellen. Dus. Nee, dat kan je alleen maar ervaren. Als ik me voorstel dat jullie hier dan zo zitten en dat jullie hier dan die filmpjes aan het kijken zijn, lijkt me echt heel heftig. Ja, het is sowieso natuurlijk ook heftig. En ik moet ook zeggen dat ik af en toe, als ik op vrijdagavond met mijn biertje in de kroeg sta, niet altijd staat te springen om te vertellen wat voor werk ik doe. Maar je doet het dus echt omdat je wel iets goeds doet. Ja. En daar ben je dan ook heel erg bewust van waarschijnlijk. Nou ja, en voor mij is de koppeling met theorie en praktijk heel interessant. Het feit dat ik 1-op-1 kinderen help, maar dat ook weer vertaalslag kan maken naar voorlichting bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. De durf te vragen was, wat voor een persoon moet je nou zijn om bij Meldpunt Kinderporno te kunnen werken? Ik heb vandaag een test gedaan, want politiemensen die met dit soort dingen in aanraking kunnen komen, ook moeten doen. Het blijkt dat ik mentaal weerbaar ben. Ik kan goed met mijn emoties omgaan. Ik ben nuchter. Maar hoe je echt zou reageren als je zoiets verschrikkelijks ziet, dat weet je eigenlijk nooit.